Wat natuurlijk de laatste jaren heel erg in opkomst is, is de populariteit. Tegen Australië zaten 30.000 mensen op de tribune. Dat is iets wat echt wel de laatste jaren heel erg opvalt. Hè? Hoe kijk je tegen die ontwikkeling aan? Ja, ik vind de ontwikkeling in het vrouwenvoetbal echt geweldig. Het wordt gewoon als volwaardig gezien, eindelijk. De erkenning is er. Ik was deze week in Frankrijk en alle toppers van de wereld waren daar. Mourinho, nou dat is natuurlijk een trainer, maar Drogba, Roberto Carlos, Kaká, Veron, Puyol. En ze waren daar niet omdat het een verplicht nummertje was, maar echt omdat ze bij de start van het WK wilden zijn. En ze weten ook veel van die landen, dus het is echt wel, het leeft gewoon echt. Heb je ook een praatje gemaakt met een van de sterren? Ja, ik heb met allemaal gesproken. We zaten bij mij in het hotel. We hebben zelfs nog een toernooi gespeeld met elkaar, dus het was echt heel bijzonder. Wat bespreek je dan en met wie? Ja, ik heb heel veel praatjes gemaakt. Het hele hotel zat vol met legends. Zowel vrouwelijk als mannelijk hoor. Maar, over wie hebben we het dan? Nou, Casillas, maar dat ging natuurlijk vooral over zijn gezondheid. Het was al heel bijzonder dat hij daar was. En Kaká. Nou, die wist ook heel veel over het Braziliaanse team. Over wat hij nu allemaal doet. Hij studeert en wat hij allemaal wil bereiken. Ja, ik zat te eten met Mourinho, Nuno Gomes, Veron. Dus ja, dan gaat het eigenlijk gewoon over van alles. Wat doe je nu allemaal? Met welke spelers heb je gespeeld? Wat vind je van de Nederlandse voetballers? Ja, daar had ik met Mourinho vooral over. Ja, leuk. Is het dan ook nog dat je binnenkomt en je denkt, wow, wie zitten daar dan allemaal? Of hoe zien jullie die verhoudingen? Hoe bedoel je? Ja, kijk je dan van, wow, dus Mourinho? Of hoe kom je dan binnen? Ja, ik wist al dat er wat legends waren, maar ik wist eigenlijk niet precies wie. Ik wist alleen dat ik de opening namens Nederland zou doen, dus dat ik de vlag zou dragen en dat ik een toernooitje moest spelen. Maar inderdaad, de een naar de andere legend kwam langs. Het waren echt een beetje mijn helden van vroeger. Ook Roberto Carlos vond ik ook gewoon een geweldige voetballer. Ja, dat vond ik wel heel bijzonder. En het is ook niet dat ik hen ken, maar eigenlijk ben je daar gewoon ook als vrouwelijke legend uitgenodigd. Dus je moet er eigenlijk gewoon een beetje als gelijker met ze omgaan, maar zo voelt het niet altijd. Ik kan me voorstellen als je allemaal het ziet schitteren op de vorige WK's. Ook best veel hoor. Want bijvoorbeeld Mourinho vroeg ook aan mij van hoeveel interlands heb je nou gespeeld? Had hij een weddenschap met Nuno Gomes? Ik dacht van het is wel heel wat. En toen zei ik van... Wat zei hij dan? Hij dacht, de een dacht 40 en de ander 60. Dan zit ze wel laag. Ja, ze schat hem wel een beetje laag in. Maar ik zei tegen Mourinho, weet je eigenlijk wel waar ik gevoetbald heb dan? Toen zei hij, ja, bij Ajax. Toen dacht ik, hij heeft zijn huiswerk gedaan. Dat toernooitje wat je net noemde, waren er nog ook andere mensen dan voetballers aanwezig? Ja, we hadden vrouwelijke legends, mannelijke legends en mensen van de FIFA. Onder andere ook de president deed mee, dus die zat in het team bij KK. En daar moest ik meteen de eerste wedstrijd tegen spelen. En ja, ik moet zeggen, hij kan beter praten dan voetballen hoor. Maar het was leuk dat hij meedeed. Een pannetje uitgedeeld? Nee, dat niet. Dat durfde ik niet.